Het was een verrassing, dat, hè? Schoentjes of niet? Ja, ja, schoentjes of niet. Dat is een lekker afgekomst. Pas verdekkend, die bier. Je ziet er weer een hoed uit, die mokken. Verrukt die. Zeg, watje. Ja. Dat is vlees van topkwaliteit, zijn vriend. Dat daar zit niet meer in de Aldi. Maar moet je moeder gelijk hier op één punt. Vlees moet regelmatig gecontroleerd worden. Goedenavond, madame Dobbeloren. Een verrassing is er. En Willy toen niet gezegd dat wie er heen komt, hè? Willy? Oh nee, koning van hier. Maar jij is wel nog niet dus, hè? Oh, jij is nog niet dus? We zullen toen beter later gaan weer een keer. Ja, hier. Hij sprake van. Voor een keer dat lot niet huistig gezend is. Twee vliegen en één klap. Allee, speel maar af, want het is hier nogal warm. Oeh, verschrikkelijk. Doe maar lekker uit tussen die. Ah, ja, lekker of dat moet tussen. Voilà. kan ik je tussen iets wat kutschen? Ja. Kan ik wel een klein probleempje? Ah, ah jammer. Probleempjes zijn er voorop gelost door, niet zo veel. Mijn stoel zijn wat achternoemen geschilderd. En ze zijn natuurlijk nog niet heel droog. Maar madame Dobbeloren, we zullen toch nog niet beter later gaan weer keren, niet? Ja. Je vindt je dat toch niet erg? Voor mij mijn in de zetel te moeten zijn. Allee. En je mag je mijn belletje noemen, niet waartje? Klaar, ik ga dan leren maar toe af en die mijn aanstom. Maar van mijn belletje. Ik zie net niet waarom dat waartje binnen zijn de zetel niet zo mooi zijn. We zullen hier zelf een plakkoot bovenaan. In de zeven belletjes. Wat kan ik je zeggen? Madame. Belletje. Een bolletje. Belletje. Mouw iedereen heeft met Willy afgesproken voor hier verhoringen doen vanavond. Ja, fotoneel, fotoneel. Maar zien we er namelijk bezig met de... ferme steek. Een varkensstuk, een toneelstuk. Een toneelstuk? Serieus, Wartje? Nou, dat is knap, weet dat, hè. Godverdeks gewin. Ja, die mij nou weer niet van vertaald, weg. Allee. Nu, widders gedrien kunnen hier in de zetel zijn. En als Willy tussenkomt, je gaat die wel nog eten en je moet die hier wel op zijn zak zetten, hé? Een minuutje weg. Kan ze zeggen, Wartje? Een klasse vrouw. Een klasse vrouw. Inderdaad, een vrouw die van aanpakken, weet je maar. Meer nog, een vrouw dat er bakken is. Maar zo jij van de categorie? Ben die mee, wel. En ben je zijn verstand van Ben, weet je maar? Ja, dat zingen, dat zeker. Ten andere, ook ik schaaf mijn stekje mee gekeerd om mijn voorkeur aan te doen naar een belletje. Vind je het er ook niet? Dat dat hier zo weer is. Oeh, verschrikkelijk. Moet nog het wat opdoen. Kan ik het wel echt eens van aantrekken? Want anders gaat dat hier zelf eens in je toon zien. Ja, je in de teusje. Echte vetwartje, mag je niet te lang droog staan, hè? Allee, zeg ik, waar moet ik hier die stoere boek nu schieten? Maar voor min een blonde leffe, als je dat deed. Ja. En voor Germain gaat dat een paaltje zien. Nee. Ik ga het zesde drinken van belletje. Kwestie van op de zesde. Oh, flankte te zien. En om je dus straks een keer missen van glas, dan kan dat zo geen kwaad. Nee, maar het is juist. Dat is zo'n één bloedse leffen. En twee spuitwaters. Een waterspuiter die spuitwater drinkt, dat kan je ook nog niet tegen zijn tegen is. Mijn aarde vriend. Dat moet wat zin niet van mijn zo'n jonge poezen getrouwd te zien. Zijn maar zo niet toekomen met die aansluitingsdag in de week. Ja. Ben je serieus dat Willy dat alleen aan kan? Hé? Daar. Ja, man. Ja. Dat is hier nu toch zo warm in die aarde. Ja? Moet ik even portier spelen? De ballen. Portier. Oh, wat heb je? Wie nam hier naar Fernand? Allee, kom ben Fernand. Hier zit Fernand. Dat bellen. Bellen.
benen over. Zie je, nog zo laat de pot vernaf. De norm der wet. Ja, dat kan klopt, nee, Germain. Willy had beloofd dat er meer blauwe stroten ging komen, nee, als het niet verkozen worden. Wel, een woordje. Bellen, madame Doblo, zeg je niet zeker? Van wat? Aan je noten? Ah, maar het was, ik had een ogenblik, ik had er feitelijk op gereden. Het is vrij ander. Dat is het voordeel van een flikkie. Je weet ze niet wat hij er aan laat. Maar je moet Fernand wel een klein beetje tijd geven, hè, Germain? Ja, ja. Dat is het. Kom, Fernand. Stak deuren, vrienden. Kom. Zet je een minuutje. Een mens moet een keer kunnen uitblazen van al dat dark labeur ook. Ja. Ik weet het niet. Ja? Dat was zeker niet mijn bedoelingen. Voor te derageren? Maar ook vanaf, derageren. Ook vanaf, zet je vriend, zet je. Een politieagent dat geen tijd heeft voor overal te blijven. Plam! Dat is je meestal helemaal, maar dat zijn God in je man. Dat is echt vriendelijk. Maar zou je er soms niet geïnteresseerd zijn voor een lotje te kopen van Tombola? Wat voor Tombola? En die van de bal, zie je? Van de bal? Wie is de bal? Van de commissaris. De bal van de commissaris. Hij had de commissaris zijn bal verloren, hè? Ja, moet je zeggen, zo'n misschien ook geen bal meer nodig hebben. Ja. Ook geert jouw deur met de dier van een andere karamel. Nee, serieus, Fernand. Zeg maar tegen de commissaris dat ik met zijn bal niet te maken heb. Nog een bal. Maar hier laat je kopen, maar kon ik je niet tegen, hoor. Het is een euro voor eentje en 5 euro voor een boekje. Voilà. Kan ik maatje beloofd dat ik alle dagen ging en werk van barmhartigheid doen, niet? Ah, ja, maar je mag er 2 lotjes geven, Fenna. Ik zal maatje. Dank u. Alsjeblieft. Bedankt, maatje. En sorry voor het storen, niet meisje. Maar ik doe wel nog een keer voor de familie Dobbeloren. En bedankt voor het blijken van sympathie aan de Nederlandse politie. Ja, en bedankt. Goed, heb je zelf maar uit. Ja, dat vind ik. Goed, hé. Dag, vind ik. Je doet niet meer dan het wie je prezen, hè. Ja, mijn ook. Weet ze. Ja, maar zeg, Ella, Roen loopt maar lotjes voor bars, wat verdomme. Ja. En die man leert hier anders toe te doen van je naam, hé? Fernand vuursteken. De wandelende flitspaal noemt ze, hé? Ja, ik heb dat ook al gehoord. Moet je schaam je zien bij het vrof ook, hé? Ja, weet je dat? Hij doet niet even dat er op een pink kwam. Die ging je belletjes aan, hè, in plaats van de dam dobloren, hé? Verdomme. Was er nu dan juist met wie aan de deur, hè? Zit er niet mee, hè? Lasse. Laffe. Je zegt je eigenlijk niet flauw van de hoestie, watje. Nee. Dat is jong. Dan kan ik voor jou, Germain, eigenlijk maar een paaltje mee. Bij ze bij beneden, die is zeker niet naar hier gekomen voor met zijn spuiten te water. Of zie ik dat verkeerd? Nee. Allee, zit ik er beleefd, dat schroef ik erop. Ja. Ja. Naar de andere kant! Zie je hier de wikken zitten? Ligt er je oren in de tunnel? Maatjes, dat ik heb moeten zien. Een spannertje, ik dat ze zeggen. Maar ja, wil je echt dat er een kanapé noir is zijn? De hier hoort. Miljarden? Waarom is die kanapé zo groot? Dat zijn van die kindjes die nog zalig maken. Jammer dat dat nu juist aan de andere kant stond. Die nu hunter eet ik het liefst van al. Chance dat ze juist aan de andere kant stond.